Simon, een 3-1 overwinning, maar wat hebben we er toch wel moeten voor knokken, hè? Ja, ik denk, ik hoorde er net een makkelijke wedstrijd, maar ik denk dat dat helemaal niet waar is. Ik denk dat we tegen een heel stevig blok hebben gespeeld. Heel stevige ploeg, met heel veel duels, heel veel lange ballen. En we hebben moeten knokken voor de 3 punten, maar ja, dat is nog een pluspunt van onze ploeg, dat wij ook dat kunnen brengen. En dat doet extra deugd voor die 3 punten vandaag. Ja, je weet, namen we 4 wedstrijden op rij, die komen natuurlijk met vertrouwen naar hier. Ze hebben zeker niet de deur dicht gedaan van achteren. Die kleine kansen hebben we zeker gehad in de eerste time. En we gaan wel verdiend die 1-0 de rusten. Hè? Ja, we gaan verdiend die 1-0 rusten. We hadden er meer moeten maken en kunnen maken. Maar ik denk dat we die eerste helft weer heel dominant voetballen. En gedaan hebben wat er gevraagd was voor de wedstrijd. En dan gaat je de rust in met die 1-0 met een goed gevoel. Alleen jammer, en dat wordt dan ook wel gezegd, van ja, we hadden dat al 2-3-0 kunnen of moeten zijn. En dan starten we die tweede helft en dan krijgen we die 1-1 binnen. Perfect zijn we nog niet, wat normaal is. Maar dan denk ik dat we weer een hele sterke, volwassen, dominante en met heel veel dash en heel veel goesting en heel veel drive die wedstrijd naar ons hand zetten. En ik denk dat dat nog een extra punt is van ons team wat ons zo sterk maakt. En daar moeten we blijven voor vechten. Ja. Die 1-1 voelde je eigenlijk aankomen een stukje op een manier. Want we starten niet zo scherp in het tweede time als in het eerste time. En ja, we komen die 1-1, maar we pakken daarna wel terug de draad op met dan heel snel die 2-1. En dan waren we weer heer en meester. Hè? Ja, misschien dat we iets te nonchalant uit de kleedkamer komen. Maar ik zeg het, dat is weer de sterkte van onze ploeg, dat we dan na die 1-1, waar we ook even goed stress zouden kunnen krijgen, dat we dat niet doen en dat we heel volwassen en dominant blijven voetballen. En dan ja, sluiten we die wedstrijd met 3-1 af. En ik denk dat we als ploeg vandaag weer een waanzinnige prestatie hebben geleverd. En zeker tegen zo'n tegenstander waar je ook dash moet zeggen, ook moet vechten, ook moet werken. En ik denk dat dat weer een grote pluim is voor de ploeg. Ja. Weer 2 doelpunten. Dat geeft heel veel vertrouwen, denk ik. Maar had je vanmorgen niet naar de coiffeur geweest, had je misschien nog een derde kunnen, want hij toucheert net je hoofd. Ja, hij toucheerde. Dat was een hele goede bal van Maasken. Ik kon er juist niet genoeg bij of ik stond er te vroeg. Maar die doelpunten die komen er nogmaals door het voetbal dat we spelen. En ik denk in zo'n ploeg is het leuk om te voetballen. En als je zo'n spelers achter hebt, dan moet ik het maar afmaken uiteindelijk. En dat werkt nu goed, dus dat is heel plezant. Dat doe je dus. Merci en tot volgende week. Dank u wel. Merci. Ja. Goedenavond Jelle. Een 3-1 overwinning tegen Union Namur. Intussen hebben we 35 op 39. Ronduit indrukwekkend. Ja, ik denk dat we de reeks dat we neerzetten is echt ongezien eigenlijk. Met deze ploeg toch weer een nieuwe ploeg. Schitterend. Vandaag hebben we het ons eigen een beetje moeilijk gemaakt, denk ik. Dat die mannen op 1-1 komen. Ik denk dat we voor de rust ook al 3-4-0 moeten voorstaan. 4 is misschien overdreven, maar toch 3-0. Uiteindelijk maken we het af met 3-1 en gaan we allemaal tevreden naar huis. Ja, want in de eerste helft was het kwaliteitsverschil wel duidelijk. Maar we belonen ons iets te weinig. Ja, klopt. Hè. Dat is net wat ik zeg. Ik denk dat wij gewoon 3-0 moeten voorstaan tijdens de rust. En dan is er niks aan de hand. Hè. Ik bedoel, in de tweede helft natuurlijk hebben zij er nog een beetje geloof in. Hè. Als er één bal die goed valt voor hun. En dat was ook het geval hè, met die 1-1. Maar gelukkig hebben we kwaliteit genoeg om daarna die 2-1 en die 3-1 te maken. Die 2-1 doet de match weer volledig keren. Ja, ik denk het ook. Maar ik denk dat ook gewoon, we hebben 90 minuten gedomineerd. Ik denk dat we altijd de betere ploeg waren. Maar ja, kijk, met een stomme tegengoal kan het even moeilijk worden, maar uiteindelijk, met onze kwaliteit, maken we er gewoon 2-1 en 3-1 van. La Louvière laat opnieuw punten liggen. De kloof is ondertussen 4 punten. Mooi toch? Ja, dat is mooi, maar ja, ik bedoel, we bekijken het wedstrijd per wedstrijd en La Louvière laat nu punten liggen, maar ja, we zien wel, hè, we moeten gewoon naar ons eigen kijken en we zien wel wat het strand. Volgende week wacht ons de langste verplaatsing van het seizoen naar Virton. Hoe staan jullie daar tegenover? Want het is heel ver. Ja, het is ver, maar ja, die wedstrijd moet je ook spelen. Hè. Ik bedoel, dat wisten we als we in deze reeks kwamen, dat Virton erbij kwam. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, maar we moeten gewoon met onze kwaliteit dat we hebben, moeten wij daar ook gewoon terug voor de 3 punten gaan. Oké, bedankt. Hans, de zwaar bevochten zegens zijn soms ook de mooiste. En vandaag is er misschien wel een van, want we hebben echt wel moeten ervoor knokken. Ja, maar in eerste instantie mochten die zwaar bevochten zijn. Ik denk dat we de eerste helft voldoende kansen hebben om, om ons terug op rozen te zetten. Hey, 2-3-0. En dat doen we terug niet. Het spel was goed. Hun viruspel hadden we volledig onder controle. We wisten dat ze met heel veel lange ballen gingen werken. Dat hadden we volledig onder controle. Het enige jammer was dat we de kleedkamer ingaan met maar 1-0. Ja. Ja, en dan starten we bijna de tweede helft met een 1-1. Hè.
En dan zijn we het even kwijt, had ik dat gevoel. Ja, klopt. Eigenlijk, ze zijn drie maal veranderd van systeem. En wij zien het vrij snel aan de kant, meteen aan de spelers het allemaal doorhebben en het doorgekregen hebben. Is soms moeilijk. En ik vind ook inderdaad dat we de tweede helft misschien iets minder starten. En bij doelpunt loopt er heel wat verkeerd. Gaan we onze man niet gaan volgen en daar loopt er wel bepaalde fouten. En dan kom je 1-1 en dan weet je van oei, het wordt hier misschien moeilijk. Maar gelukkig stellen we dat snel recht. En dan zie je ook de kwaliteiten van mijn elftal. Ook de jongens die inkomen. Dat is de sterkte van ons team, dat we een heel sterke bank hebben en ze hebben mede het verschil gemaakt vandaag. Ja, ook de grinta van die gasten. Ik zag Christian daar een tackle doen, ik hoorde op de tribune achter mij. Zo iedereen reageert van, amai, dat was echt met dash en panache. Ja, het is zo dat het kunt klaren ook. Hè? Ja, maar de grinta van heel ons elftal. Ik denk dat we dat heel jaar, en dat is ook een van onze sterktes, dat we dat heel jaar al tonen. En zeker tegen zo'n elftal, als je dat er niet tegenover zet, dan krijg je het heel moeilijk. En dan moet je hetzelfde er tegenover zetten, pas dan kan je bijna voetballen. En dat hebben ze goed gedaan vandaag. Ja. Die stappen hebben we wel gezet, want ik denk, Hans, vorig jaar zou dat een 2-1 of een 1-1 gebleven zijn. En nu gaan we er nog vlot over uiteindelijk. Hè? Ja, dat is waar. Ook al vind ik soms dat we nog verstandiger moeten spelen. Hè. Een wedstrijd win je meestal op mentaliteit, kwaliteit, maar ook met verstand. Dat heb ik vandaag ook aangegeven aan de jongens. En soms moeten we soms iets meer, zelfs als we een voorsprong, even in positie blijven. Hey, we gaan het wel uit de openingen, komen er wel. En dat is nog een werkpunt voor ons. Ja. Wel wat spelers uitgevallen. Hopelijk zijn die blessures niet te ernstig. Want ja, Gilles liep ook al te manken en achter wedstrijd even kort mee hem gebabbeld. Ja, hij wist niet goed wat er aan de hand was. Hey, Simon ook. Ja, daar hoop je als coach altijd op. Hè. We zijn tot nu toe gespaard gebleven van blessures. Dus dat zullen we morgen bekijken en hopelijk valt het allemaal mee. En kunnen we een deftige trainingsweek hebben en Virton perfect voorbereiden. Ja. Toen en Sam waren geschorst, vandaag de derde gele kaart. Zo'n kilometer vreter gelijk Toen, hebben we die misschien niet gemist? Ja, zo'n jongens mis je altijd. Hè. Jongens die de gaten toelopen en die de duels aangaan. Maar ik vind dat de jongens die in de plaats komen zijn het ook goed gedaan hebben. En dat is, zoals ik gezegd heb, de sterkte van het elftal. En de jongens die invallen hebben misschien andere kwaliteiten. Maar we kunnen iedereen goed gebruiken. En ik denk dat het vandaag vlot verlopen is. Op naar 4 toe. Merci.